Goedemorgen, kijk maar eens kinderen. Daar zijn we weer. We gaan weer even, het waait veel te hard. Het is herfst, gaan we weer vanaf de kant vissen. Want bootvisserij zit er niet echt in. Dus we hebben snoekstokjes mee. We hebben ook snoekbaars en baarspulletjes mee in de auto. Gewoon wat plekjes af. Bekende en nieuwe plekjes. Kijken of we een visje kunnen vangen. Zo, we beginnen eens even met een Berkeley Zilla Glider, formaatje 13 centimeter. Deze 13 super mooi voor de polder. Eens even zien of dat wat oplevert. Super makkelijk te vissen. Gewoon ingooien en dan met de reel kun je al tik, tak, tik, tak. Zo kun je hem eigenlijk al heel mooi links-rechts laten gaan. Mis. Ja. Oh. Draag, hè? Ja. Nou, die glider heeft niks opgeleverd. Even een kleine chain. Eens even met een shakje proberen, een soft beetje. Poeh, daar gaat hij. Is dit een beet? Ja, dat is een stapje erop. Zo, wat een mooi aanbeetje. Ja. Zo, ik zag de boeggolf komen. Keiharde knal. Mooie vis hoor. Echt wel een goede vis. Zo, ik gooide daar. Ik wou in dat slootje, de ondiepe slootje erachter gooien. Een soort van verbreding, opening hier zeg maar. En het maakte eigenlijk een beetje een stomme worp. Ik kwam net op de kant, dus ik vloepte hem van het gras in het water. Een beetje te korte worp voor mijn gevoel. En ik begin te draaien en ik zie uit die sloot, gewoon van 5 meter afstand, zie ik gewoon een boeggolf ontstaan richting de shed. En boom, keiharde knal erop. Heerlijk, heerlijk. Eerst vis jongens. Goed ook hè? Ja, direct een mooie. Helemaal. Lekker wel? Nou, gaat lukken. Niet water in keil hè? Nee, hier sta ik redelijk stabiel. Hoppa! Ik zag net ik allemaal voorietjes zwemmen en zo. Ja, er zit wel vis hier, ja. Dat is gewoon kassa, hè? Ja, ah, het is echt een goede vis. Ja hoor! Oh. Zo! Hop, kom even naar boven. Laten we even zien, wat zit erin? Ja. Oei, die had honger. Zit de vibe helemaal weg. Super mooie vis. Ja. Zo breed gebouwd. Heerlijk. Nou, mooi. Even een plaatje maken. Ja, het staat hoog, gek. Ja, wat een lastige denk ik vandaag hier. Alles gaat onder water.
Nou, het snoek heeft dan niet heel erg veel opgeleverd. Ja, even is. Prima. Een hele mooie. Putje hier in de buurt waar we hebben gehoord dat de baarsen zwemmen. Misschien ook een snoekje. Dus dan gaan we nou eens even proberen. Het is afgesloten water. Het heeft echt wel geregend afgelopen week. Dus je ziet al de sloten hier staan vrij hoog. Er staan vrij veel stromen en zo. Dus ik denk dat als de snoek zit, dat ze dat niet zo leuk vinden. Dus we gaan eens even naar die put. Kijken of we daar een visje kunnen vangen. Zo, aangekomen bij een putje. Kijk, pakjes aan. Laadpakjes aan. Hoppa, lekkere boys. Dus ja, we gaan eens even kijken of we hier iets helderder water hebben. Het waterniveau lijkt ook hier vrij hoog. Ja, het ziet wel een stukje helderder uit. Dus het water waar we net hebben gevist was echt super troebel. Ja. En we proberen nu eigenlijk iets meer stilstaande water en putjes te vinden. Waar het water in het doorzicht, ja, waar het iets meer iets helderder is. En we hebben gehoord dat hier mooie baarsen zwemmen. Dus iets kleiner spul, spinnengeltjes gepakt. En, setjes eraan, gaan we het hier aan. Oh, je verliest wat. Oh. Ja, hangen. Meer dan achter. Hoppa. Hey. Nou. Zo. Ja, monsters. Ziek monster. We worden op een dikke baarsje doen, maar ja, deze is wel dik. Ja. Niet groot, maar wel leuk visje. Er zijn wel meer erachteraan komen, dus het verbaast me niks als we er nog een paar kunnen vangen. Ja, ziek monster wel. Kijk, als je omaatje thuis is. Hè? Ja, goed. Hop. Ik denk even dat de beverburg thuis zijn, of niet? Hallo? 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 Twee bier, alsjeblieft. Hallo? Hey. Wakker worden. Wakker worden. Zo. Even de wind uit. Het was aan de baarse put wel erg winderig. Een paar een beetje gehad. Eentje gevangen, kleintje. Maar ja, goed. Wel soortje nummer 2. Wel een leuke idee hebben we. We zitten hier ook vlakbij een rivier. Om te proberen in de laatste 2 uurtjes ook nog een snoekbaars te vangen. Om dan alle 3 soorten in ieder geval een vis te vangen. Dat is, dat is wel leuk. Dat is het doel voor nu. Dus de snoek hebben we, de baars hebben we. Nou is het missie snoekbaars. Dus op naar de spot. Hier wordt hij al nat. Hmm. Jij bent op blazen, of niet? Ik heb op blazen. Ik heb iets verder erin. Hoe? Dat is echt... Nee, dat gaat niet lukken. Ja, dat is een beetje balen. Het water staat zo hoog dat we dus met de laarzen zelfs niet eens erin kunnen komen. Dus ander stekje zoeken waar we beter bij het water kunnen komen. Of even snel de waterpakjes halen, want het is wel een mooi stekje. Ik zie het wel gebeuren hier. Ik heb hier lekker uit de wind staan. Auto is wel een stukje lopen, maar ja. Moeten we dat maar doen, hè. Lekker zweten. Ja, toch? Let's go. Het is een soort jungle vissen hier, Hugo. Ja. Waar gaan we op vissen? Arapaima? Ja, peacock. Peacock wel leuk vandaag, denk ik. Peacock Sander zeker. Ja. Deurtje dicht, kozen pakje aan en kunnen we gaan.
denk ik. Beter, hè? Zo, Hugo, ik had het al warm zonder waadpak. Ben je al twee keer heen en weer gelopen. Volgens mij komt er storm met mijn pak inmiddels. Nou, met waadpak. Nog een keer dat hele eind. Nou, ja. Maar we kunnen wel vissen nu deze keer. Ja, we gaan nou vissen. En dan gaan we er een paar dikke vangen, jongen. Pas je door de bosjes. Heerlijk. Zijn we weer. We zijn terug op de spot. Te vangen. Spinhengeltjes er weer uit. Iets grotere set, 14 gram, want dan zit hij best wel met veel wind natuurlijk en wat stroming van de rivier. Gaan we eens even proberen. Ja, dat was niet met zijn normale laasjes gelukt. Eerste worp, jongens. Oh, heerlijk. Gewoon eerste worp in het kripvak. Direct de snoekbuis erop. Hopla. Prima, maat. Vis hem. Heel mooi. Hopla. Oeh. Zo dus. Daar is die nummer 1 op de eerste worp. Maar goed, dat we ons waadpakje even gehaald. Anders konden we deze stek niet bereiken. En nou, eerste worp. Boom, hangen. Supermooi. Even een plaatje van maken. Nou, prima snoekbuis, jongens. Wat zou dat zijn? Rond 50 of zo? 50, 52 centimeter, zoiets. Sick vibe, 12 centimeter, 14 gram loodkopje. Lekker rammen door de wind en door de stroming. Nou, perfect. Deze mag weer lekker zwemmen. Het mooie is, als het water zo hoog staat, kunnen we gewoon bij je voeten neerleggen. Kijk, hop. En daar gaat hij. Lekker, man. Niet vergeten te abonneren, hè? Even duimpje omhoog. Nog een keer leuke idee hebt, Simon. Dus je kunt wel zien dat het afgelopen paar weken veel heeft geregend. De rivier is al helemaal buiten zijn oevers getreden. En echt door de dikke vette diepe plassen om bij de kripkop te komen. Dus een kripje wat de rivier insteekt. De stroming die komt van rechts, gaat naar links. En dan zitten er links en rechts van de krip natuurlijk de kripvakjes. Waar het water wat meer stil staat. En precies in zo'n kripvakje was het net ook raak met de snoepbaars. En nou een nieuw kripvakje om te proberen. Het licht is bijna op, dus ik denk dat dit de laatste stek is voor vandaag. Gaan we dan maar eens even proberen. Hoppa, zo. Dikke beet. Zo, een ram, joh. Ja. Gewoon gejaagd hiervoor. Daar zo. Ja, zie? Goed, la. Staan we lekker in onze waadpakjes in de rivier. Ja. Was een mooi middagje vissen. Eigenlijk maar een paar uurtjes gevist. Eventjes op snoek, een paar stekkies, ging goed. Even baars. Baars, ook gelukt. Snoekbaars, ook direct gelukt. Dus was een prima middag aan het water. Hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden. Even duimpje achterlaten. Kijk, hij doet het voor. Duimpje. Zo goed. En dan zien we weer bij de volgende. Jo, vashand. Vashand. Ja, hij staat erop.